HLF-8 tafel over monogamie, vreemdgaan wordt opgebiecht. Monogamie is anno 2023 niet meer de enige relatievorm die je hoeft te kiezen, tegenwoordig zijn open relaties of polyamoreuze relaties niks nieuws. Aan de HLF-8 tafel werd ook het thema monogamie besproken, waar tafelgasten van de talkshow eerlijk vertelden over hun voorkeur. En sommigen waren net zo eerlijk over vreemdgaan. Presentator Sam Hagens doet een rondje over de relatievormen van zijn tafelgasten. Hij legt de monogamiebal eerst bij oud-staatssecretaris Mona Keizer, die benadrukt dat ze 6 mannen thuis heeft. Namelijk haar partner en 5 zonen. En daar houdt ze het graag bij. Daarna is strafrechtadvocaat Peter Schouten aan de beurt, die eerlijk vertelt over zijn open relatie. Hij blijkt voorstander van het huwelijk met meerdere personen, waarna de HLF-8-tafel behoorlijk moet lachen. Schouten benadrukt dat hij vindt dat de wetgever niet moet bepalen hoe wij met andere mensen leven. Waarna Keizer inhaakt, dat maakt de wetgever helemaal niet uit, volgens haar gaat dat alleen over juridische zaken zoals erfenissen en scheidingen. Maar mag je in Nederland doen wat je wil? Daarna vraagt Hagens aan oud-staatssecretaris Fred Teven, Justitie en Veiligheid, of hij het moeilijk vond om monogaam te zijn. Waar hij eerlijk ja op antwoordt. Hij vertelt dat hij niet altijd monogaam is geweest. Maar dat er van een open relatie geen sprake was. Dan komt het erop neer dat je het af en toe stiekem doet. De oud-politicus legt uit nu alweer monogaam te zijn. En was dat in de tijd dat je in de politiek zat? Vraagt Hagens over zijn vreemdgaanbiecht. Wat zo blijkt te zijn. Teven legt uit dat zijn affaire destijds zelfs in stories stond en hij vertelt dat hij inmiddels niet meer met deze vrouw samen is. Metro dook overigens eerder in de overspelmaterie. Want waarom gaat een mens eigenlijk vreemd? Hagens benadrukt dat hij het mooi vindt dat Teven daar open over praat. Ook tafelgast Bobby Eden vertelt eerlijk over hoe ze naar monogamie kijkt. Inmiddels heeft ze, naar eigen zeggen, genoeg aan haar eigen partner. Maar in het verleden heb ik best wel wat gedaan en was ik niet altijd monogaam. Waarbij ze benadrukt dat haar carrière als pornoactrice daar niet onder valt. Ik ben van nature wel. Als je in een goede relatie zit, heel trouw en monogaam, maar ze merkt wel dat er dingen veranderen. Over 3 weken komt de Kamasutra-beurs weer. Daar hebben we nu een swingerscafé dubbel zo groot gemaakt. Dit omdat de vraag naar swingers en van partner wisselen, gewoon veel groter is dan dat het vroeger was. Waarna Teven aanvult dat mensen vroeger vaker hun mond hielden en nu eerlijker zijn over wat ze willen. Je kijkt HLF-8 terug via Kijk.